Dames en heren, goedemiddag. Zoals gezegd, mijn naam is Enno de Haan. Ik ben de teamlead voor het machine learning team binnen CTS. En nou heb ik me voorgesteld, dan ben ik heel benieuwd wie jullie zijn. Wie is actief in, als zorgprofessional in de zorgsector? Nou, dat zijn er een stuk of 10. Wie is er in de zorgsector zelf in de IT-hoek actief? Ja, dat zijn er al een stuk meer. Dan heb ik in ieder geval goed ideeën over het level van de techniek. En wie zijn er als externe partijen in de IT voor de zorg actief? Dat zijn er vrij precies 2 of 3. Nou, dat is mooi. Nogmaals, welkom. Stel vooral je vragen. Het mag ook tijdens, maar we hebben ook straks na mijn verhaal hebben we ook tijd ingeruimd om vragen te stellen. Dat kan natuurlijk ook achteraf. We zijn hier in Utrecht. Dat is onze hometown van Cloud Technology Solutions. Ik ga eerst een heel korte introductie houden over wie we zijn. Dan weet je een beetje tegen wie je aan zit te kijken. En daarna ga ik eigenlijk de case van het LUMC, die wij voor het LUMC hebben gemaakt, samen met het LUMC, ga ik met jullie bespreken. Cloud Technology Solutions is een Google partner die op 5 verschillende locaties in Europa actief is. Nederland wordt vanuit Utrecht bediend met een team van hier in Nederland 30, maar over heel Europa zijn we met 180 man actief. En doen eigenlijk alle diensten die je rondom Google je kan voorstellen voor zover het de zakelijke markt betreft. Nou ja, wat ik zeg, full-stack dedicated Google partner. En wij richten ons veel al op innovatie in onder andere in de zorg, maar in vele sectoren. Dat doen we eigenlijk vanuit 4 verschillende invalshoeken. Innoveren met data, en dat is eigenlijk waar mijn team actief mee is. Het moderniseren van de IT-infrastructuur is een heel belangrijke tak van sport. En de manier van werken veranderen. Dus stel dat je nog met office bij wijze van spreken werkt, die je denkt van nou, ik wil meer op een cloud gebaseerde technologie aan het werk gaan, maar wel voor mijn eindgebruikers. Dan kan je dat met G Suite doen en daar begeleiden we klanten in om dat, die transformatie te... Ik ga deze pen toch weghalen, want ik ga er zo dadelijk echt heel erg krakend op staan. En we ontwikkelen applicaties. Applicaties door gebruik te maken van Google-technologie en waar we straks, of zo dadelijk, het voorbeeld van gaan zien. Dat is ook eigenlijk een stukje innovatie met data en applicatieontwikkeling tegelijkertijd. Nou, nu wordt het nog interessanter en dan ga ik het hebben over hoe we de tekst, de gesproken tekst, kunnen analyseren in een examinatieruimte in een ziekenhuis. En het gaat hier over het LUMC. Het LUMC die in Leiden actief is met een grote groep, heeft een innovatieteam. En het innovatieteam die heeft met diverse specialisten binnen het ziekenhuis natuurlijk contact. En die zeiden van nou, zou het niet eens een idee kunnen zijn om te gaan kijken naar hoe we de administratieve last van onze specialisten kunnen verlagen. En daar komt er nog wel een wat explicietere slide over. Die administratieve last, gezien de hoeveelheid mensen die daadwerkelijk in de zorg actief zijn, die zullen dat zelf veel beter weten. Die administratieve last is hoog. Dat zien we ook regelmatig in de media. Hoe kunnen we nou kijken, een oplossing bedenken die die administratieve last helpt te verlichten? En in dat gesprek kwam naar voren, zouden we niet in het eerste gesprek wat we met een patiënt hebben, waar de anamnese wordt afgenomen, dat gesprek kunnen opnemen en dat gesprek vervolgens gaan analyseren door inzet van technologie die dat omzet naar tekst, die tekst analyseren. En op basis van de, in dit geval 13 anamnesevragen die daar gesteld worden in zo'n eerste anamnesegesprek, dat automatisch detecteren en presenteren aan de specialist, zodanig dat die nou ja, het een stukje makkelijker krijgt in het doen van zijn werk. Dus eigenlijk waar we mee gestart zijn,
althans het LUMC, in dat gesprek met de internist in dit geval, die daar helemaal voor wilde gaan. En die heeft gezegd van nou, dat gesprek is natuurlijk hartstikke leuk, zoals het nu vandaag de dag plaatsvindt. Maar die specialist die moet tijdens dat gesprek moet die ook datgene wat hij hoort, moet hij gaan intypen in de computer. Met als gevolg dat hij vooral op zijn computer zit te kijken. En nou chargeer ik even lekker, maar dan maakt het tenminste lekker duidelijk. En wat minder aandacht heeft voor de patiënt zelf. En dat betekent eigenlijk dat die administratieve last vrij hoog is. Hij interpreteert al meteen eigenlijk wat die patiënt vertelt in normaal Nederlands naar, laat ik zeggen, meer medische termen. Dus de medische termen die worden vastgelegd. De manier waarop die vastlegging vervolgens plaatsvindt is veelal in een vrij tekstveld in het elektronisch patiëntendossier in plaats van in de relevante velden in dat elektronisch patiëntendossier. Omdat dat veel sneller werkt dan dat je steeds allerlei drop-down boxjes moet aanklikken om de juiste antwoorden die gegeven worden, of de antwoorden die gegeven worden, om die in het systeem in te vullen. En doordat hij eigenlijk vooral, nou, dat chargeer ik natuurlijk nogmaals lekker, vooral bezig is met het kijken naar zijn scherm, is die connectie met die patiënt natuurlijk niet zo groot. De context van dit hele verhaal is dat de specialist die dit eigenlijk triggerde, drie kwartier de tijd heeft voor één patiënt. En dan zullen jullie in misschien wat meer regionale ziekenhuizen denken, oh, drie kwartier is wel heel veel. In Hilversum, waar we in de ziekenhuizen zeggen, nou, ik heb maximaal 10 minuten per patiënt. Dus dat is wel een beetje anders. Nou, dat is zeker waar. Maar dat geeft ook wel duidelijk aan dat in dit geval die case om dat gesprek zeg maar op te nemen en daar een transcriptie van te maken en daar vervolgens analyse op te doen, dat die mogelijk juist in het LUMC, in de manier waarop zij dat doen, potentieel veel waarde gaat opleveren. Administratieve last is hoog. Het HICS is complex. Het HICS is in dit geval het EPD binnen het LUMC. En het werken in dat systeem is in die zin complex dat ze eigenlijk zeggen van nou, dan ga ik dus in het vrije tekstveld bij deze patiënt mijn bevindingen vastleggen. De consequentie daarvan, overigens, is ook een van de redenen waarom dit hele project gestart is. En dat is dat niet alleen maar die administratieve last verlaagd moet worden, maar daarnaast ook nog eens een keer dat in het vervolgtraject het zo mooi zou kunnen zijn als je het HICS heel makkelijk kan gebruiken om dossiers te vinden die je nodig hebt voor een bepaald researchproject. Wat nu vandaag de dag praktijk is, is dat studenten of artsen in opleiding door het HICS heen fietsen om dossiers te openen, te beoordelen, geschikt, niet geschikt. En op die manier heel veel handmatig werk doen om door dat systeem heen te komen. Waarom? Omdat die gestructureerde velden, in plaats van de vrije tekstvelden, gebruikt worden. En je dus veel moeilijker op dit moment kan zoeken in het HICS om die specifieke dossiers te vinden. Door het nu op een gestructureerde manier als output ook uit dit project in de juiste velden in het HICS te gaan stoppen op termijn, zou dat dus ook een heel stuk administratieve last in die onderzoeksfase kunnen op gaan leveren. Nou, dit is een statement die velen van jullie misschien wel herkenbaar voorkomen. Net zoveel tijd is een specialist kwijt aan administratie als aan persoonlijke aandacht en zorg voor de patiënt zelf. Dus het verlagen van je administratieve last kan dus al heel snel heel veel naar verhouding tijd opleveren. Nou, sommige elementen heb ik hiervan genoemd. We focussen ons in het project op dat anamnesegesprek. Dus het eerste gesprek met een patiënt en wat daar aan de hand is. 45 minuten hebben ze daarvoor beschikbaar. En dat is zowel de anamnese intake, daarna lichamelijk onderzoek en dan vervolgens een afrondend gesprekje. En het doel is om eigenlijk uit dat gesprek, dat eerste stuk, die elementen uit de anamnesevragen te detecteren die van belang zijn. En dat automatisch te doen.
En vervolgens die resultaten op een gestructureerde manier te tonen aan de specialist. Als hij weer terugkomt naar het lichamelijk onderzoek. En dat hij dat dan vervolgens door kan nemen en daar eventuele aanpassingen in kan doen in die geconstateerde elementen. Dat zal straks iets praktischer worden. En eventueel ook dingen kan aanvullen. Want als iemand bijvoorbeeld zit te zweten of juist te rillen of andere dingen, dat zijn die dingen die uitgesproken worden. Dus het systeem kan dat natuurlijk nooit herkennen. Maar dat zijn wel interessante en belangrijke onderwerpen, zeg maar, die ook vastgelegd moeten worden. Dus dat kan die allemaal gaan toepassen. Initieel, en dit is ondertussen een jaar geleden, zijn we gestart met fake patiënten. De specialisten waren de echte specialisten en die deden ook een echt gesprek. In de zin dat er bepaalde cases waren gedefinieerd, waar allerlei antwoorden waren gedefinieerd op de standaardvragen uit een anamnesegesprek. En vervolgens heeft de specialist met een fake patiënt, medewerkers van de IT-afdeling vooral in dit geval, om eigenlijk te voorkomen dat we hele discussies over personal identifiable information hebben. Want we maken gebruik van het Google Cloud platform als oplossing. Dus om dat te voorkomen is daar in eerste instantie van gezegd, we gaan dat doen met nep patiënten. Voorbeelden van de vragen. Wat is de klacht? Pijn op de borst op schaal van 1 tot 10. Wat is de mate van waar je last hebt? Locatie, straalt het uit naar, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik denk herkenbare vraag voor de meeste van jullie. Het interessante is, deze worden in een random volgorde natuurlijk door de specialist gesteld. Dit soort vragen. Even een stapje naar waar ik er straks al kort even over had. Of nog niet over heb gehad. Linksboven de anamnesevragen. Rechts zie je de uitkomsten van misschien meer het fysieke onderzoek. En linksonder zijn meer epidemiologische indicatoren als, we hebben het over een man, 54, hij rookt al 20 jaar, gemiddeld 2 pakjes per week, bla 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 bla. En als je al die factoren nou bij elkaar zou nemen, zou je dan niet ook naast alleen maar het opnemen van het gesprek, dit op een mooie manier kunnen gebruiken om een model te ontwikkelen op basis van historische gegevens die een voorspelling gaat doen, een diagnose gaat doen van wat er mogelijk met deze patiënt aan de hand zou kunnen zijn. Dat is waar op dit moment onderzoek naar gedaan wordt, is om historische gegevens te verzamelen die we straks, nu nog niet, kunnen gaan combineren in een model om zo'n eigenlijk een decision support zou je kunnen zeggen, kunnen gaan ontwikkelen. Dit is ook een toekomstplaatje, zeg maar, waar we naartoe gaan werken. Maar het is wel een ding die steeds in onze gedachten is geweest. Wat hebben we nou gebouwd? Een applicatie, een webapplicatie, waar de specialist op inlogt en vervolgens de naam van de patiënt kan invoeren. En vervolgens krijgt hij de mogelijkheid om voor die patiënt te zeggen, start maar een opname. En op dat moment wordt de microfoons die dan in de exam room staan, die gaan aan. Nou ja, ze zien gewoon die microfoons staan, dus dat weten ze ook al van tevoren. En vervolgens wordt die opname die wordt gestopt als het gesprek klaar is. En dan gaat het systeem aan de achterkant die audio omzetten naar tekst. En die tekst die wordt vervolgens geanalyseerd met een machine learning model. En worden de resultaten worden daarna, zodra dat beschikbaar is, direct weer teruggestuurd naar de frontend, naar de webapplicatie van waar de specialist naar zat te kijken. Maar ondertussen bezig is met het fysiek onderzoek. Is hij tevreden met datgene wat er uit het systeem komt? Heeft hij eventuele nieuwe additionele opmerkingen gemaakt? Zoals bijvoorbeeld het zweten of rillen of andere factoren. Dan kan hij vervolgens zeggen, kopieer dit maar naar het HICS. Dat gaat nu nog niet automatisch. We zijn nu nog in de fase waarbij we zeggen, kopieer maar de inhoud van die resultaten naar het clipboard en dat wordt dan vervolgens geplakt in nog even het vrij tekstveld waar hij het anders in had getypt. In de toekomst gaat dat wel,
als we de integratie met het HIX willen gaan starten, gaat dat wel op een geautomatiseerde manier. Nou, er waren wat initiële vereisten. Moeten we nu ook op een browser werken? We moeten het op een hele makkelijke manier een overzicht krijgen van patiënten, zodanig dat je ook misschien, als je meerdere gesprekken met een patiënt hebt gehad waar je hetzelfde wil gaan doen, moet je natuurlijk ook zien dat je bij die patiënt ook daadwerkelijk voorgaande gesprekken kan terugvinden. Nou, de rest heb ik eigenlijk al een beetje genoemd. Je ziet overzicht van metadata van de patiënt, start-stop knop enzovoorts. En het wordt verstuurd naar het Google Cloud platform, waar eigenlijk de applicatie die we daarvoor ontwikkeld hebben naar toegestuurd wordt. Nou, wat gebeurt er? Er zijn twee microfoons, één gericht op de patiënt, de ander gericht op de specialist, waardoor we twee kanalen hebben en waardoor we het stereo signaal wat we dan hebben opgenomen op de computer moeten opsplitsen naar linker en rechter kanaal, waarvan we weten van dit is de patiënt en dit is de specialist. En vervolgens kunnen we op basis van datgene wat er daadwerkelijk gezegd wordt, kunnen we een algoritme bedenken of bouwen, zeg maar, die detecteert, oh, dit is een vraag die gerelateerd is aan, is het op een schaal van 1 tot 10, wat is de ergte van de pijn, zeg maar. Nou, dat is het algoritme wat er aan de achterkant draait. Waar we, dus ook een stapje naar de toekomst, naartoe willen, is dat we als een patiënt alleen maar knikt op een vraag die gesteld is, dan weet je natuurlijk niet door het systeem van is dat dan een ja of een nee of nou, wat dan ook daar het antwoord is. Maar het kan heel goed zijn dat de specialist een vervolgvraag erop stelt die iets zegt over het antwoord. Dus het zou heel mooi kunnen zijn dat als we die tekst zodanig kunnen analyseren dat we die correlatie tussen vraag en antwoord en vervolgvraag eruit kunnen gaan halen, zodanig dat het systeem nog iets slimmer wordt om die juiste antwoorden te detecteren. Dit is hoe een resultaat nadat het gesprek, zeg maar, geweest is, teruggepresenteerd wordt aan de specialist. Linksboven een balk. Als je daarop klikt, dan hoor je de audio van het gesprek wat er heeft plaatsgevonden. Aan de rechterkant zie je de transcriptie in een WhatsApp-like manier. Je kan hierop klikken, maar dan gebeurt er niks, hè? Dat begrijp je. Je kan dan vervolgens op een stukje tekst klikken en de audio springt dan naar dat moment en kun je terugluisteren van, hey, wat zei die eigenlijk daar? En linksonder de analyse van de tekst. De uitslagen, zeg maar, eigenlijk van de hele analyse die gedaan is op basis van die anamnesevragen. Met daar de kruisjes bij om dingen weg te halen, met daar plusjes bij om dingen aan toe te voegen. En onderaan staat er nog een vrij tekstveld waar je additionele opmerkingen bij kan maken. Ik zie trouwens dat dit nog een iets oudere versie is. Hier zit ook nog een icoontje bij waarbij je kan zeggen van oké, dit is nu klaar. En dan kopieer je eigenlijk de onderkant, de analysekant, naar het clipboard en dan paste je dat in het EPD. Dat is de oplossing zoals hij op dit moment werkt. Op dit moment werkt hij in 4 onderzoeksruimtes binnen het LUMC. En er zijn ergens tussen de 5 en de 10 specialisten, met een aantal die zich ook hebben toegezegd dit te willen gaan doen, die met echte patiënten dit systeem nu gebruiken. Dit systeem wordt nu gebruikt vanuit het perspectief, en zo wordt het ook in overleg met de patiënt besproken. We zijn bezig met een onderzoek om te komen tot een beter systeem van en meer aandacht voor en minder type in het systeem enzovoorts. En op dit moment zijn er volgens mij iets als 100 patiënten, 100 recordings op deze manier gemaakt. Daar hebben we heel veel al uit geleerd en weten we ook dat er zaken zijn die verbeterd moeten worden. Een van de ervaringen bijvoorbeeld was dat een gesprek waarvan we dachten dat die waarschijnlijk niet meer dan 10 tot 15 minuten duurt, dat het soms ook nog wel 3 kwartier het gesprek kan duren, waardoor
het systeem denkt van, oh, dit is wel heel veel. Daar hebben we al dingen voor aangepast. Nou goed, daar zijn dus allerlei ontwikkelingen. Het is een onderzoeksproject die we dan vervolgens in meenemen in een volgende versie van het systeem. Nou, zoals ik al zei, het is een eerste stap die we nu gezet hebben. Eigenlijk een tweede versie hebben we ook al gemaakt die wat uitgebreider werkt. Datgene waar we eigenlijk voor staan is dit nu brengen naar een grotere groep patiënten om meer data te genereren, meer gesprekken te hebben gehad met patiënten met het doel om in eerste instantie 1000 gesprekken op te nemen. En die zijn dan weer vervolgens een basis om een volgende stap te gaan zetten, volgende ontwikkeling in het maken van een model die ook te correleren is voor het diagnosesysteem bijvoorbeeld. Wat ik al zei, we hebben op dit moment 100 recordings. Uiteindelijk willen we toe naar een veel groter systeem. Gezien het enthousiasme binnen het LUMC, en in dit geval gaat het alleen maar over een groep van internisten. Maar we weten ook dat er een aantal andere vakgroepen zijn binnen het LUMC die ook heel erg geïnteresseerd zijn in dit principe. Uiteindelijk komen tot 100.000 recordings waarschijnlijk. Als de techniek het op een goede manier doet, het geen probleem hoeft te zijn om die volume data te creëren die we nodig hebben voor het vervolg bouwen van dat hele diagnosesysteem. Verder ontwikkelen van het model, cruciaal. Verder ontwikkelen van de ideeën over, stel nou dat je die recording hebt. Die kun je dan ook op een goede manier via MyEPD of hoe je het ook noemen wil, MyHICS, mijn dossier, kun je ook delen met de patiënt. Waardoor, stel nou dat het een gesprek is waar een niet zo leuk bericht in het begin gemeld wordt aan de patiënt, dan is de patiënt natuurlijk voor alles wat er daarna gezegd wordt veel minder ontvankelijk en die weet niet meer precies wat er allemaal gezegd is. En dan zou het natuurlijk heel waardevol kunnen zijn voor de patiënt, voor de familie die direct eromheen, dat dat hele gesprek al dan niet in een transcriptie of in een audiovorm ook beschikbaar gesteld wordt. Dus dat is ook waar we naar gaan kijken. Ontwikkeling van het diagnosemodel staat hoog in de wensenlijst. Het verkoppelen van de data van de uitkomsten van de diagnose, van de anamnese, die willen we ook naar het HICS daadwerkelijk over kunnen zetten. Want dat zet dan de stap open naar ook het delen van de transcriptie natuurlijk met de patiënt. En dat zijn eigenlijk de 2, 3 belangrijke hoofdthema's waar we voor staan in de komende tijd om dat verder door te bouwen. Het is ik wil niet zeggen akelig stil geweest, maar ik ben heel benieuwd of jullie vragen hebben. Ja, mevrouw. Ga ik even jou helpen met. Dank u wel. Heel interessant. Ik heb gewoon 2 hele praktische vragen. Kan het alleen met Nederlands, Nederlandse taal of ook met andere talen? In principe kan het in alle talen, met dien verstande dat het alleen vergt dat de manier waarop we detecteren wat de antwoorden op de anamnesevragen zijn, dat we die ook trainen, zeg maar. Ja. Dat klinkt heel zwaar, maar dat valt best mee. Op ook andere talen. Maar de transcriptie zelf, dus het detecteren van, oh, dit is Engels, nou dan wordt het een Engelse transcriptie, dat is iets wat vanuit het platform redelijk makkelijk te doen is. Dat is echt weinig werk. Maar dat is zeker een mogelijkheid, ja. En ik vroeg me even af, ik werk bij Interact Contour. Wij zijn niet artsen met een anamnesegesprek, zeg maar. Dus ik ben ook heel benieuwd naar, is dit ook iets voor ons in de toekomst? Maar dat is een hele andere situatie. Dat is meer dat je met je cliënten bezig bent en dat moet rapporteren. Ja.
Dus ik zit even zo ook op die manier mee te luisteren. Want stel dat, want jullie opbouw is heel erg rondom die anamnese nu nog. Straks de diagnosefase. Maar als een gesprek een hele andere wending inneemt, kan dit systeem dat al aan? Zeg maar dat het meer een open gesprek wordt? Of moet het echt rondom die 13 anamnesevragen gaan? Nou, in principe kun je eigenlijk op alles toepassen met dien verstande dat het detecteren van de antwoorden op de anamnesevragen wel specifiek is. Maar het is in de basis, zeg maar, het opnemen van een gesprek en daar een transcriptie in die WhatsApp-like manier van presenteren en terug kunnen luisteren en transcriptie kunnen delen en dat soort zaken. Dat kan, nou, ik wil niet zeggen in alle situaties is het relevant, maar in veel situaties kun je dat ook gaan toepassen. Ja, en we hebben ook niet-zorginstellingen die zeggen van joh, we hebben een gesprek en dat is een officieel gesprek en we willen daar eigenlijk op een makkelijke manier een transcriptie van maken. En we willen daar bepaalde highlights uithalen die voor dat gesprek relevant zijn. Voor dat type gesprek relevant zijn. Het kan niet, moet wel een beetje gestandardiseerd worden. Om het ook dus in een compleet andere setting dan de zorgsector. Hoe zou dat daar dan kunnen werken? Nou, dat zou op vergelijkbare manier kunnen, maar we moeten het wel. Ja, dit is met een bepaalde thematiek zeg maar, gemaakt. Hoe gaan we dat groter maken naar ook andere zorgvormen, zeg maar. Ja. Achterin zie ik een hand. Kom even de microfoon brengen. Ja, dankjewel. Twee. Een beetje in de spreekkamer praktische vragen. Soms zit er wel eens een partner of een mantelzorger bij. Hoe gaat die technologie daar dan mee om bij het splitsen van die personen? En jullie sturen echt het hele gesprek op naar Google via de Voice API. Hoe ga je om met het uitleggen van en toestemmingsvragen naar dat doen in de spreekkamer met je patiënt? Ja. In deze fase vragen we vooraf, dat doet LMC, vooraf, voordat het gesprek überhaupt plaatsvindt, toestemming aan de patiënt of hij het goed vindt om mee te werken aan dit onderzoek, het onderzoeksproject, waarbij ze ook dus verteld worden dat de data dan het systeem in het Google Cloud platform wordt opgeslagen. En van alle 100 gesprekken zijn er enkelen, misschien is het zelfs maar één geweest, die zegt, daar heb ik bezwaar tegen, dan is het natuurlijk ook helemaal geen probleem en dan wordt het gewoon niet gedaan. Maar het overgrote deel heeft geen bezwaar tegen op deze manier het opslaan van data in de cloud. Het relateert, maar daar kunnen we in een veel uitgebreidere sessie, in een andere sessie kunnen we veel uitgebreider op ingaan. Natuurlijk heel snel aan de angst van, maar dan staat er data van mij in de cloud. Dat is zeker een aandachtspunt. Er zijn heel veel antwoorden die ik je kan uitleggen over wat er gedaan wordt in de afscherming van de data, die het maakt dat het wel een veilige oplossing is. Dat is een heel lang antwoord, daar ga ik je nu even niet mee vermoeien, om maar even zo te zeggen. Je tweede vraag was hoe het systeem omgaat met meerdere personen aan de patiëntkant. Voor het systeem, die maakt, het zijn eigenlijk twee microfoons en één microfoon is gericht op de specialist. Dat is er meestal één. De patiëntkant zijn er dan, in dit geval in jouw voorbeeld, zijn er dan meer. Voor die microfoon is het één persoon. Dus daar zul je ook de vragen die iemand anders stelt ook zien als zijnde de vraag die de patiënt stelt. In de audio hoor je dat verschil natuurlijk wel, maar in de tekst wordt dat niet anders geïnterpreteerd. Nog meer vragen? Ook hier aan de voorkant. Maakt heel veel Roche Nederland. Gaat het systeem in de toekomst de specialist ook ondersteunen in het stellen van de juiste vraag? Kan je de vraag herhalen? Ik weet niet zeker of ze er achterin gehoord hebben. Maar... Ja, de vraag is of het systeem in de toekomst ook de specialist gaat ondersteunen in het stellen van de juiste vraag. Of additionele vragen. Op die manier heb ik er zelf nog niet over nagedacht. Ik kan me voorstellen dat als het diagnosestuk gerealiseerd is, dat op zich vragen zal triggeren bij de specialist zelf. Ik weet nog niet of we op dit moment al zover denken dat in de komende jaar aan de orde is. Nee. Zullen we een laatste vraag doen? Ja, is goed. Helemaal achterin. Dat heb ik weer.
Heb je dan nog wel een dokter nodig? Ja, gelukkig wel. Want je kunt een heleboel vragen natuurlijk ook van tevoren naar de patiënt sturen. En alles wat hij niet invult, zeggen van nou, ja, dit wil ik allemaal weten. En dan komt daar ook je diagnose en plannen uit. En dan ben je eigenlijk een heel stap verder. Ik zeg niet dat je geen dokter nodig hebt, maar wel dat je een heleboel voorwerk gedaan hebt. De patiënt eigenlijk daarna al kan een beetje sturen, informeren. Ja. En als de dokter komt, dan heb je eigenlijk al een heleboel extra informatie bij de patiënt. Ja, dat soort systemen die bestaan al. Er zijn al apps die jou een heleboel vragen stellen om vast te stellen, om te bedenken van dit zijn de mogelijke oorzaken van wat je voelt. Je hebt dit of je hebt dat. En het is heel lastig, zeg maar, in mijn beleving, om daarvan dan vervolgens te zeggen van oké, dan hebben we die arts niet meer nodig. Zo werkt het gelukkig nog niet. En ik denk ook niet dat gaat gebeuren. Het lijkt me een hele vreemde situatie dat je 10, 12, 15 jaar zeg maar moet studeren en dat een systeempje met 13 vragen jou vertelt van oh ja, je hebt dit en je hoeft niet meer naar de huisarts, want het heeft toch geen zin meer. Dat is een beetje morbide. Een morbide geest hier. Ik kan me niet voorstellen. Dit geldt ook voor andere meer AI-achtige oplossingen, waarbij bijvoorbeeld een CT-scan van je hoofd gemaakt wordt om te vast te stellen waar een bloedprop bijvoorbeeld zich bevindt. Daar zou je ook van kunnen zeggen van, oh ja, maar als dat dan door het systeem gedetecteerd kan worden, dan heb ik die specialist ook niet meer nodig. Die specialist doet het misschien in 98% van de gevallen goed en het systeem in 99% van de gevallen. Dus het is meer de winst eigenlijk dat we in meer situaties het toch goed kunnen vinden. En nog steeds heb je daarna de specialist nodig. Dus meer ondersteunend in mijn beleving dan vervangend, absoluut. Dank je wel.